Marinus Dijkhuizen, 2 in nederlaag tegen Heracles. Zonde, uiteindelijk. Ja, eerste helft speelden we goed, vond ik. Zowel verdedigend als aanvallend. We hadden mooie kansen gecreëerd, dus daar hadden we wel het verschil een beetje moeten maken om een goaltje te maken. De tweede was heel matig. Heracles ging wat hoge druk zetten, kwam niet goed onderuit. Verdedigend slordig, aanvallend konden we de bal niet meer vasthouden voorin, dus de tweede helft was wel heel matig. Ja, over die eerste helft gesproken, positief eruit liggen. We kwamen een aantal keren voetballend goed uit, maar net de eindpas, net niet scherp. Het gehaast in de eindfase, of inderdaad verkeerde keuzes, of inderdaad te snel, er lag best veel ruimte. Een aantal keren de bezetting van de goal matig, dus er was van alles wat. Dus vergt nog wat afstemming. Ja. Tweede helft is dan uiteindelijk zonder dat je nog die twee doelpunten tegenkrijgt. Hoe ga je dan toch met wat voor gevoel ga je die wedstrijd uit eigenlijk? Nou ja, in ieder geval weer een wedstrijd speelt en je is altijd leerzaam wedstrijden, zo individueel als voor het team. Ja, en we weten dat we staan waar we staan op dit moment. Dus dat het elftal komt langzaam een beetje in de contouren in zicht. Maar ja, er moet ook nog een hoop gebeuren. Dus we gingen begin van de week met 14 plus 2 eigenlijk trainen op trainingskamp. Nou ja, morgen zitten we op 16 plus 2 met Jackie erbij en Yassine erbij. Dus langzaam begint dat goede vormen te krijgen. Goed om door natuurlijk. Er wordt nog hard gewerkt achter de schermen, neem ik aan. Ook met jouw input er natuurlijk bij. Hoe bevalt dat? Ja, heel goed. Fijn samenwerken met Niels. Duidelijke communicatie, heel dicht bij de staf. Hoort de geluiden. We denken mee met z'n allen. En samen beslissen we de spelers die we eventueel willen aantrekken. Samen doen we de gesprekken. Nou ja, en ook Mario en Daan hebben daar natuurlijk nog een rol in. Dus ja, ik vind dat wel een hele prettige manier van samenwerken en beslissen. Ja. Deze wedstrijd stond natuurlijk ook in het teken van het afsluiten van het trainingskamp in Delden eigenlijk. Ja. Hoe was die week? Ja, dat is goed. Delden is natuurlijk een top. Veld was weer ouderwets goed. Het was altijd heerlijk om ook wel eens weer op een gewoon veld te trainen. Eten fantastisch. Faciliteiten zijn weer top. Ze hebben nu nieuwe padelbanen neergezet. Dus zeg maar een glimlach zie ik daar. Ja, nee, maar het is ook wel leuk. Toernooitje gespeeld met elkaar en die jongens vinden dat leuk. We hebben zelf met de staf vanmiddag even lekker in het bad, in het bubbelbad gezeten. Dus ja, je hebt daar alles. Hekken op de kamer, vriendelijke mensen. Dus ja, dat past heel goed bij Excelsior. Dus wat dat betreft voelt zo'n weekje erg vertrouwd. Ja, op natuurlijk de faciliteiten na sprak ik daarnet Stijn van Gassen. En die sprak, het was ook een hele goede week voor het team. Hoe hebben jullie dat bereikt eigenlijk met z'n allen? Nou, veel. Ja, je hebt meer tijd voor elkaar. Dus je hebt wat meer gesprekken. We hebben wat meer presentaties gehouden. De jongens hebben nog onderling gezeten met wat opdrachten van ons. En die hebben ze gisteren zelf gepresenteerd. Dus het is niet alleen maar vanuit de staf, maar ook vanuit de spelers. Dus daar zit wel een mooie samenwerking en wisselwerking in. Dus dat zijn altijd nuttige weekjes. Er komt veel informatie op je af, ook voor de spelers. Maar ja, het is wel heel prettig. Dus dat is goed. Ja, je hebt het net al genoemd eigenlijk, Yassine Ayoub, die gaat aansluiten bij Excelsior, tekent een contract voor 2 jaar. Hoe blij ben je daarmee? Ja, dat is voor ons top aankoop, denk ik. Ayoub heb ik zelf meegewerkt bij Utrecht nog. Een hele goede creatieve middenvelder, maar ook een strijder. Dus die gaat de lat hoog leggen, ook in de selectie. Een bepaald winnersmentaliteit heeft hij. Nou, ik vind dat we dat wel nodig hebben. Dat is wel, hebben we wel een beetje verloren met de jongens die zijn weggegaan. Dus het is soms ietsje timide naar mijn zin. Dus Yassine gaat daar denk ik wel een goede bijdrage in leveren. Dus ja, daar ben ik erg blij mee. Ja. Ja, goede impact voor de groep natuurlijk. En dan gaan we door naar Heerenveen. Nog even de tussenstop in Friesland. En dan daarna naar Cambuur. Ja, over 2 weken is het heel zover inderdaad. Ja. Dus, het begint al een beetje te kriebelen? Nou ja, het is altijd leuk natuurlijk. Kijk, je bent nu nog druk in het momentum zelf. Aan de andere kant ben je daar wel aan toewerken en toeleveren. Dus, ja, kijk er zeker naar uit, ja.